Heel veel mensen zitten de hele dag op hun bureaustoel op het kantoor en komen er echt nauwelijks vanaf. En daarom is het heel belangrijk dat je comfortabel zit. Maar is het eigenlijk wel goed voor je lichaam om de hele dag stil te zitten? Ik ga het vandaag uitzoeken. Ik denk het niet. Ik denk bewegen. Dat het belangrijker is dan rechtop op een stoel zitten. Als je altijd rechtop zit. Nou, het is wel goed voor je, denk ik. Daar ben ik zeker van overtuigd. Want je merkt zelf al, als je in elkaar gedoken zit, dan is het toch al vaak dat je zegt, mijn rug zit helemaal niet lekker. Vooral als je langer bent zoals ik, dan merk je dat veel sneller. Hey Jan. Hallo Akje. Jij bent expert op het gebied van zitten en de juiste houding. Zit ik eigenlijk in de juiste houding? Nou, zoals je nu zit, zit je niet goed. Je hoofd staat helemaal voor je nek en valt naar beneden. Dus spierspanning. Zo zit je een stukje beter. Zo zit je recht. Okay. Maar als je nu weer gaat werken, ja, dan ga ik dit waarschijnlijk weer verkeerd zitten. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als je 5 dagen in de week de hele dag op een stoel zit? Je krijgt heel veel nekklachten. Een nek die vastzit, hernia in de nek. Lage rug die problemen gaat geven. Met name de wervelkolom geeft problemen. Men noemt dat RSI. Maar hoe komt het dat mensen een verkeerde houding hebben? Vaak is dat een stoel. Die staat verkeerd ingesteld, staat niet ingesteld. Mensen ploffen erin, doen voor de rest helemaal niks meer. En starten met dat scherm om daar wat te gaan doen. Ja, maar het is toch natuurlijk niet iets waar je de hele dag mee bezig bent. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je wel de juiste houding aanneemt? Je spullen op je bureau netjes neerzetten, zoals je lekker kunt werken. Een stoel die bij je past, waar je lekker in voelt, waar je in kunt bewegen, waar je naar voren kan, die met je meekomt, die je ondersteunt. En dan gaat alles vanzelf. Is het nou eigenlijk ook belangrijk om onze kinderen een goede houding aan te leren? Ja, heel belangrijk. Kinderen in ontwikkeling, alles groeit. Naar verhouding is bijvoorbeeld de hoofd heel erg groot ten opzichte van het lichaam. Als je dan de hele dag voorover zit, zoals men dat met een Nintendo speelt of met een iPad, dan zie je dat een nek en een rug heel snel vergroeit. Het is dus niet alleen de houding, maar ook de stoel die je ondersteuning moet geven. Nou, op het moment dat je een stoel hebt die je niet uitdaagt tot bewegen, dan ga je automatisch in de verkeerde houding. Denk even aan een hele spannende film en je bank stelt thuis. Je kijkt naar die film toe en ongemerkt zie je gewoon verkeerd. Maar heel veel mensen hebben op de laptop of op het beeldscherm ook iets spannends waar ze mee aan het werk zijn. Nou heb jij heel veel stoelen en ik wil ze heel graag allemaal proberen. Dus deze stoelen zijn goed voor je houding. Nou, je zit in ieder geval netjes, je ligt als het ware een beetje relaxed. Je hoofd staat mooi op de wervelkolom, zoals het hoort. Keurig. Maar ik snap het niet helemaal, want ik zit wel op allemaal bollen. Ja, er zijn heel veel bollen. Je kan op een andere manier gaan zitten. Je kan verzitten, je kan hangen, je kan leunen, je kan actief zitten. Je wordt uitgedaagd. Ja, prima. Zo zit het ook lekker. Ja. Maar wat ik me afvraag, mijn man is bijvoorbeeld een heel stuk langer dan ik. Moet hij dan geen andere stoel hebben? Nee, dat is niet nodig. In principe is een stoel is iets waar je in zit en iedere keer een andere houding aanneemt. En soms als je wat langer bent, dan is de ene houding wat prettiger dan de andere. Het gaat om de houding, het gaat niet om de stoel zelf. Nou zijn er dus heel veel mensen die de hele dag op kantoor zitten. Wat zou jij die mensen adviseren? Probeer te voorkomen dat je in dezelfde houding heel lang achter elkaar dezelfde houding aanhoudt. Dat je dus varieert, dat je een stoel neemt die jou toelaat om te variëren, andere houdingen aan te nemen. Dit is natuurlijk een hele toffe, lekkere stoel, maar volgens mij niet een ideale stoel voor achter een bureau. Maar wat is nou wel een ideale bureaustoel? Nou, ik zal het laten zien. Ik heb hier, zoals de ruggengraat bij iedereen er als het ware in zit. Ja. Het mooie is dat je aan de onderkant een holle rug hebt en aan de bovenkant een kleine bolling. Heel veel mensen, als ze gaan zitten en in de verkeerde stoel, zie je dat die onderrug buigt. Je ziet dat al die werveltjes uit elkaar gaan, geeft enorme druk. Andere consequentie is dat als je op je beeldscherm wil blijven kijken, dat je dit doet met je nek. En vergis je niet, wat of je nu ziet, is werkelijk wat of er gebeurt in een verkeerde houding, als je in een verkeerde houding zit. Dus het mooiste is, als je deze houding handhaaft, aan de onderkant een holle rug, aan de bovenkant ietsje bolle rug, en in die houding gaat bewegen. Oké, want ik dacht namelijk altijd dat je gewoon heel rechtop moet zitten, dat rug- en nekklachten voorkomt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, men is daarmee begonnen in het begin van de 20e eeuw. Toen de typemachine kwam, had je typistes. De typistes die kwamen te zitten op een tafel die eigenlijk 90 centimeter hoog was, waardoor ze konden variëren met hun benen.
heden ten dagen zitten we op een tafel die 74 centimeter hoog is, is een heel stuk lager. Dus je krijgt een hoek van 90 graden tussen je heup en je bovenbeen, je onderbeen, je bovenbeen, je onderrug. Je onderrug kantelt achterover en die achteroverkanteling is juist niet goed. Nou, ik blijf in ieder geval even lekker op deze stoel zitten, want hij zit perfect. Het is dus een fabel dat je klachten voorkomt als je de hele dag rechtop zit. Het is juist belangrijk om elke keer van houding te veranderen om klachten juist te voorkomen.